Ik spring uit bed, ik gooi de ramen open. Mensen zwemmen op plein, de lucht is blauw. Zonder doel en zonder weer lopen. En gelukkig zijn, al is het niet met jou. Op Noevere Kermis, tijdens het weekend van 6 juni, is er weer heel wat te doen rond de ringover van Emap op Noevere. Er is kermis voor de kinderen en kaartprijskamp voor de grote. Er zijn demonstraties van oude ambachten. En het Patershol en het volkrestaurant en atelier zijn open. Naast leutige muziek vloeien rijkelijk de streekbieren. En s'nachts vinden gretige monden. Maar er is ook de kunsthappening in de ringoven van Lauwers. De Boomse Kunstacademie zorgt dit jaar voor driedimensionele kunst, met de creaties van de boetseerklas. Luc Verbeek, voorzitter EMAP. Mevrouw Ilja van Haar, manager van de Delftse kunstporseleinenfirma Koninklijke Porseleinen Fles. En Mario Bentelfsen, lid van Fotoclub 58 uit Delft, leidde de tentoonstelling over Delfts blauw aardewerk in. Patrick Marnef en René Lauwers verwelkomen de genodigden en openen hiermee de tentoonstelling voor het publiek. Dit evenement kwam tot stand naar aanleiding van de verjaardag van 750 jaar Delfts wereldberoemd blauw. Deze bijzondere tentoonstelling met precieus aardewerk kon gerealiseerd worden dankzij de goede samenwerking tussen het gemeentebestuur van Boom, René Lauwers, EMAP en de firma Koninklijke Porseleinen Fles uit Delft. Van een oude complex hier.